Ik ben Kim Polling, Team NL Judoka en vandaag ontdek jij samen met mij de sport judo. Zoals je kan zien is mijn sport judo. Iemand die judoot noem je judoka. Ik ben dus een judoka. Met judo heb ik al best veel prijzen gewonnen. Zo ben ik al 4 keer kampioen van heel Europa geworden. En heb ik ook medailles gepakt op wereldniveau. Zo ben ik afgelopen december kampioen geworden op de World Judo Masters. De World Judo Masters is een toernooi voor alleen de top 36 van de wereld. Deze mooie medaille heb ik daarbij gewonnen. Ik sta hier natuurlijk niet voor niets. Want nu de scholen dicht zijn en je thuis zit, is het heel belangrijk dat je blijft bewegen. En dus ga je met mij judo vandaag. En na School en Fit met Team NL kun je ook lekker frisse fruit met je schooltaken beginnen. En je zult ook zien dat je door te bewegen ook vrolijker wordt. Maar goed, eerst het Olympisch vragenvuurtje. Kim, liever elke dag een hinder. Kim, wat was jouw ultieme thuiszit-tip? Niet de hele dag achter de tv, achter de computer of op je telefoon zitten. Maar ga eerst lekker bewegen, met mij. Of ja, speel spelletjes. Liever elke dag een hindernisbaan doen of liever elke dag 10 keer hoofd, schouders, knieën en teen doen? Nee, dan ga ik echt voor die 10 keer hoofd, schouders, knieën en teen. Want dat is sneller voorbij dan die hindernisbaan. Liever 1 gouden of 5 zilveren medailles? Ja, dan ga ik toch voor die 1 gouden, want ja, het gaat natuurlijk om goud. Kim, als de sport judo niet bestond, dan zou ik gaan... Ik ben juf, dus dan had ik nu voor de klas gestaan in de bovenbouw. Ja, waar ik niet nu, want we mogen natuurlijk niet naar school toe. Maar oké, jullie begrijpen wat ik bedoel. Wist je dat er in het judo, naast een wit judo pak, ook een blauw judo pak bestaat? Dit is bedacht door Nederlander Anton Geesink, onze allereerste Olympische judokampioen. En het is bedacht om het zo voor de scheidsrechter makkelijker te maken om te zien wie is. Het is nu eindelijk tijd om te gaan judoën. Maar eerst moet je een paar spulletjes pakken. Als je judoot, pak dan 2 judobanden. Heb je geen judoband thuis, pak dan 2 gewone riemen. Verder heb je een rugzak nodig, een fles water en als laatste heb je een bank nodig. Dan is nu tijd om je handen te gaan wassen. En terwijl je handen wast, zorg ook dat je een bidon vult met water of een glasje water. Want ja, het is wel belangrijk om goed te blijven drinken tussendoor. Nou, terwijl jullie handen gaan wassen, ga ik even gewone kleding aantrekken. Tot zo! Tijd voor de warming-up! Zoals je kan zien heb ik de judoband in een rondje om me heen gelegd. Doe dit nu thuis ook en ga er vervolgens middenin staan. In de warming-up gaan wij een paar balansoefeningen doen. Want in judo is balans heel erg belangrijk. Ik bedoel, iedereen loopt daar om te trekken en te duwen en ik moet maar zorgen dat ik niet omval. Eerste oefening. Je gaat in het midden staan. En vervolgens ga je je knie zo hoog mogelijk omhoog brengen. Ben je er dan? Sta je op 1 been, knie omhoog. 5 seconden lang. Kom maar. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan weer naar beneden. Andere been. We gaan weer zo hoog mogelijk, gaat de knie omhoog. Kom maar, zo hoog mogelijk. En mocht het nou te makkelijk zijn, armen gekruist, ogen dicht. 5, 4, 3, 2. Oké, 2 oefeningen. Zoals ik al zei, mensen gaan duwen, trekken, alles. Pak je papa, mama, broer, zus, maakt niet uit, pak iemand. Ik blijf in het midden staan en je partner die gaat je duwen. Je probeert je een beetje eruit te duwen met korte duwtjes. En ik blijf in de cirkel staan. Ik ga er niet uit, ik ga er niet uit. Nou, probeer dit maar eens vol te houden. Oké, als je dit een paar keer gedaan, wissel je van kant. Huppakee. En nu probeer jij de andere eruit te duwen. Dus met korte duwtjes. Huppakee. Probeer hem eruit te duwen. Probeer hem eruit te duwen. Oké. Oeh. Ja, gewonnen. Nou, dit is de warming-up. Sportkick nummer 1. Je pakt weer iemand vast. Je plaatst je handen onder de schouders. Dan ga je met 1 van je benen tussen de benen van de ander staan. Je haakt het been in en je duwt de ander weg.
Dus klap. Stap tussen de benen. Je haakt in en je duwt weg. Ben je klaar? 1 minuut nu. En duwen. Nog een keer. Klap. Je stapt tussen de benen. Je haakt in en je duwt weg. Nog een keer. Klap. Stap. Je maakt een haak en je duwt weg. Als je dit al een beetje sneller kunt, dan kun je het natuurlijk sneller doen. Maar anders gaan we een beetje rustig door. Klap. Stap. En je haakt in en je duwt weg. Als je een beetje moeilijker wil, doe je de andere kant. Dus je zet je andere been tussen de benen van de ander. En je haakt in en je duwt weg. Kom maar. Nog 15 seconden. Klap. Stap. En haak. En duw. Kom maar. Nog. We kunnen nog eentje maken. Klap. Stap. Haak. En duw. En het is tijd. Dit was sportkick nummer 1. Tijd voor sportkick nummer 2. Vergeet ook niet om soms even wat te drinken, hè? Want dat is wel belangrijk. Oké, voor deze sportkick heb je de fles water nodig. Die zet je voor je neer. Wat we gaan doen is nu je reactievermogen trainen. Reactievermogen wil zeggen, ja, dat is de snelheid waarmee je kan reageren. Want judo is belangrijk dat je snel reageert. Oké, voor 1 minuut lang ga ik je allerlei opdrachten geven. 3, 2, 1, ga naar links. En stap weer terug. Ga naar rechts. En stap weer terug. Ga naar voren. En stap weer terug. Ga naar voren. En stap weer terug. Oké, we gaan nu wat anders doen. Maak een sprong omhoog. Raak je teen aan. Raak je neus aan. Raak je billen aan. Ga nu naar voren. En weer terug, hè. Ga naar achteren. En weer terug. Maak een sprong. Maak een rondje. Maak een rondje naar de andere kant. Maak een sprong naar achter. En tijd. Sportkick nummer 3. Pak de rugtas. Zorg dat er iemand is die de rugzak vasthoudt. Op deze manier. Je pakt een hengsel vast. En met je andere hand, zie je, die is los, stap je erin. Dit is een schouderworp. Dus, je pakt een hengsel vast. Je stapt erin. En je maakt een schouderworp. Dit gaan we nu voor 1 minuut doen. 3, 2, 1. Pak vast. En stap in. Pak vast. En stap in. Probeer ook eens de andere kant, hè? Dus je pakt het andere hengsel vast, dus met je andere hand. En je maakt een spierballenworp. Dus je stapt eigenlijk in die rugzak. Nog een keer. Pak die hengsel vast. En je stapt in. Goed spierballen maken. Pak een hengsel vast. En stap in. Nog een keer. Pak een hengsel vast. Stap in. En probeer ook door te draaien. Andere kant. Huppakee. Pak vast. En ik draai een beetje door. Nog een keer. Ja, ja, ja. Nog 10 seconden. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En tijd. Tijd voor de challenge. Als ik nu die sporter train ik elke dag om zo elke dag een beetje beter te worden. Wat heb je nodig voor mijn challenge? Een partner met rugtas en deze fles water. Eerst ga je voor je partner staan. Je doet 2 stappen naar voren en daar zet je de fles water neer. De challenge gaat als volgt. Je begint bij de fles water. Je rent naar je partner. Je zet een worp in. Je rent terug.
En dan ga je naar de andere kant. Klaar? Ja! Fijn om een beetje lief te zijn voor elkaar. Doei!